In het weekjournaal en het is uh, weer een behoorlijk tijdje geleden. Daniel van Warven. Yes, goedenavond Piet. Hi. Daniel, uh, volgens mij uh, de laatste keer uh, was uh, een of ander uh, ja, voor uh, de competitie nog. Hè? Uh, volgens mij bij de introductie, inderdaad. Of ja, iets daarna zoiets. Ja, ja, en toen sprak je je uh, verwachtingen uit. En die, die waren behoorlijk uh, hoog uh, gespannen. Uh, top drie of zo. We doen even een update, is het nog steeds haalbaar. Uh, ja, volgens mij heb ik toen het kampioenschap gezegd. En ja, natuurlijk, ik blijf nog steeds bij je moet altijd voor het hoogstaalbare gaan. En nou ja, je moet wel reëel zijn in dat opzicht. En, en ik denk niet meer dat we kampioen gaan worden, natuurlijk, omdat uh, Spakenburg al natuurlijk een uh, behoorlijke voorsprong heeft. Maar ik denk uh, zeker dat uh, de top 3, uh, of naar nou, top 3, top 5 er nog, uh, zeker wel in moet zitten. Nou zijn jullie uh, steeds uh, geroemd geweest, uh, met name een bepaald aantal uh, wedstrijden in deze competitie. Over, o, uh, over jullie fantastische uh, manier van uh, voetballen. Dat heeft niet altijd uh, uh, het gewenste resultaat opgeleverd. Met name voor jou uh, was het in, het in de beginfase van de competitie een beetje moeizaam. Ja, ja toen uh, zat ik nog wel eens keer op de bank en uh, nou, invallen en uh, nou, ja, een beetje een wisselwerking basis of invallen. Maar natuurlijk, ja, ik heb nu wel mijn plek gevonden uh, inmiddels. En uh, ja, we staan op negen doelpunten. Ik heb me toen een verwachting uitgesproken, zouden we er op vijftien eindigen. Dus nou, we zijn op dat zicht zijn we wel uh, goed bezig voor mezelf. Uh, ja, inmiddels draai ik wel lekker. Maar ja, natuurlijk met het team uh, is het natuurlijk het belangrijkste. En uh, wil je gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Uh, de, uh, so zoals je de afgelopen wedstrijden steeds in de basis hebt uh, gefunctioneerd. Dat is natuurlijk heel veel uh, lopen en, en veel uh, voorin. Terwijl je eigenlijk ook op die teampositie uh, redelijk goed uh, uit de voeten kan. Ja, ja, klopt. Uh, het is nog wel een beetje een wisselwerking meestal tussen uh, Maus en, uh, en mij. Zeg maar. Dan speelt hij even op 10 en dan speel ik op 10. En dat, ja, dat, uh, dat wisselt nog wel eens. Ook in de wedstrijden tegen uh, Vocht toen en uh, tegen Spakenburg ja, worden wij dan af en toe even gewisseld. Ja, en dat, dat gaat af en, toe, uh, af en toe ook best goed. Maar inderdaad, van origine ben ik inderdaad ook een tienspeler uh, en uh, een aanvallende middenvelder. En niet echt een spits, maar ja, ik probeer er gewoon mijn eigen invulling aan te geven. En uh, nou ja, dat gaat, uh, in principe gaat het nu wel goed. Ik ga nu eventjes in de, in de schoenen van de trainer staan. Dus uh, ik, uh, ja, ik zit natuurlijk met een geschorste Maurice de Ruiter die nu niet op tien uh, kan spelen. Kans uh, vrij groot dat jij uh, toch zeker voor driekwart van de wedstrijd uh, daar op die positie komt? Die kans is zeker aanwezig. Ja, de, de trainer heeft genoeg opties uh, voorin. Dus uh, het is aan de trainer wat hij gaat doen. Maar ja, of ik nou op 10 sta of uh, of ik in de spits sta. Dat uh, ja, ik ga aan beide uh, uh, even kijken. Opties uh, zou ik natuurlijk mijn best gewoon gaan doen. En, uh, Gaan het zien zaterdag. Heb je het idee dat de groep uh, na afgelopen zaterdag uh, zich toch weer uh, kan herpakken? En heb je het idee dat de groep intrinsiek toch zo, zo gemotiveerd is, de chemie zo goed is, dat dat weer de goede kant op komt? Ja, dat heb ik wel. Tuurlijk, we hebben nu uh, één wedstrijd uh, nou, verloren zeg maar, van Odin. Maar die moet niet vergeten hoe, uh, hoe goed we daarvoor hebben gespeeld tegen een Spakenburg en een Vog en nog wel meer wedstrijden. Dus we weten gewoon wat we kunnen en we weten dat we heel goed voetbal kunnen spelen. En uh, nou, ja, het is wel fijn dat we dan meteen weer een thuiswedstrijd hebben tegen ook een, een goed voetbal ploeg, de ploeg in principe voor een dam. En uh, nou, ja, meestal uh, tegen zulke ploegen krijgen we iets meer ruimte. En uh, daar voelen wij me, ons toch iets, iets beter bij dan ploegen die zich helemaal uh, in de eigen 16 uh, laten zakken. Dus nee, zaterdag gaan we gewoon weer vlammen en uh, dat, uh, dat gaat goed komen. Bevalt het uh, voor jou zelf gewoon uh, lekker uh, studie afgewisseld met, uh, met uh, sporten? Te, in, in tegenstelling tot bijvoorbeeld verleden jaar alleen maar voetbal bij Jonkambuur? Ja, ja, het bevalt me tot nu toe prima. De opleiding, uh, de pabo, bevalt me ook goed. En uh, ja, de wisselwerking is prima te doen. Uh, S avonds ja, heb ik nog wel eens een tentamen dan. Uh, nu wel eens door de week dan, maar ja, dat, dat is sporadisch. Dat is niet uh, elke week. Dus nee, uh, het bevalt prima zo. Je kan tegenwoordig, uh, relationeel gezien, ook uh, eventjes uh, lekker van je afkletsen uh, over de studie en over voetballen. Hè? Af en toe kan ik met jou hier wel even een praatje over maken, of niet? Hè? Met, ook met je uh, uh, verkering? Uh, met mijn verkering, ja, mijn relatie. Ja, nou, zij zit niet in het onderwijs, maar ja, daar kan ik inderdaad wel een, een praatje over maken. Ja. Ja, goed, zelf. Dat gebeurt ook nog wel eens? Jawel eens, ja, zeven. Zelf ook een uh, sportief type. Um, niet dat ze op een sport zit, maar ja, hardlopen en uh, fitness. Uh, ja, maar niet, niet op voetbal of wat dan ook uh, nee, dat niet. Okay. Ik hoop dat we nog uh, lang van je hier uh, mogen genieten bij DVS. Uh, maar je hebt zelf in ieder geval al uh, heel veel duidelijkheid uh, geschapen door uh, ook uh, bij te tekenen. Ja, ik heb nog eens uh, nog met een jaar verlengd. En ik had nog een contract voor uh, volgend voor seizoen, in principe. En dat hebben we opengebroken en dan uh, met nog een jaar verlengd. Daar heb je denk ik heel veel zin in, ook met de versterkingen die nog uh, eraan komen. Het uh, wordt een uh, heel mooi uh, jaar volgend jaar. Dat denk ik ook, Piet, met de versterkingen. Ja, we, moeten, we gaan het weer zien volgend jaar. Ik denk al uh, dat we een mooie selectie, uh, of dat het CC een mooie selectie heeft neergezet uh, voor volgend seizoen. En wie weet uh, waar we dan uh, toe in staat zijn. We gaan eerst uh, periode kampioen worden. De derde periode is voor ons. Hè. Dat gaan we doen, Piet. Oké, okay, Daniel, bedankt. Graag gedaan. Voor het DVS-weekjournaal, de trainer van B1, ofwel jeugd onder de 17. Dat is, daar word je wel eens boe van om dat steeds zo uit te leggen, of niet Lennart? Ja, klopt. Er zijn nog veel mensen die het nog steeds vanuit vroeger denken, vanuit dat is de B1. En als je dan zegt de JO17 eens, is het al een beetje raar te kijken van uh, wat bedoel je dan precies. Maar als je het uitlegt dan is het oh, oké, okay, Het klinkt wel weer logisch zeg maar. Het is wel een hele belangrijke, belangrijke levensfase qua sporten voor die, voor die jongens. En natuurlijk een groep die een soort brugfunctie uh, vervult naar de A1 toe. Ja, absoluut. Ik denk dat in deze levenscategorie natuurlijk echt wel denken van wil ik echt door met het voetballen of uh, ga ik het liever werken of ga ik me op mijn schoolcarrière richten. En uh, aan het begin van het zoen heb ik ook verteld aan die jongens dat dit de B1 is van de jo 1 is voor mij echt de leeftijd dat ga je meer naar het hoofdveld kijken. Dan ga je echt dan aan het eerste denken van wil ik daar echt vol voor gaan of ga ik dat niet doen? Dus dat uh, ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, ja inderdaad. Want uh, ja, sommige exceptionele talenten van 16, 17, die, die zijn soms al uh, rijp voor uh, basisplaatsen in een, in een eerste team. Ja, zeker. Dat zie je natuurlijk van in het terug. En bijvoorbeeld met de Matthijs de licht die op zijn 17e al in het eerste speelde bij Ajax. Dus ja, die uh, jongens die er echt zo bovenuit steken, vind ik, moeten ook gewoon kansen krijgen wat dat betreft. Bevalt je nog steeds met deze leeftijdscategorie uh, lekker werken? Ja, ik vind het een hele leuke leeftijd. Het is een, ze worden ook wel bij de hand. Er, hè. Dus gaan we meer een eigen mening vormen? Nou, dat is af en toe wel eens een botsing en dan heb je af en toe wel problemen. Maar uiteindelijk, als je daarover praat, dan denk ik dat dat wel. Uh, vind ik heel interessant, juist. En dat uh, is voor mij de uitdaging elke week weer. Geef je ze ook uh, gelegenheid om, uh, om over het spelletje na te denken? Hebben jullie het er uh, zo met, met als team en samen met de uh, elftalbegeleider uh, Godotaleo over? ja zeker ik vind dat juist heel belangrijk ik vind het heel mooi om juist vanuit hun het initiatief ook te laten komen van goh dit is de situatie wat vinden jullie eigenlijk van hoe zouden jullie ermee omgaan en dat doe ik dan niet omdat ik dan zelf niet het idee heb of wat dan ook, maar juist om hun mee te laten denken over het spel en hun het ook te laten dragen zodat het voor hun nog makkelijker uit te voeren is. Want ik kan wel zeggen van joh we gaan het zo zo en zo doen, maar als zij niet begrijpen waarom het zo is, ja dan uh, is het voor mij heel moeilijk werken. Maar juist als ze erachter staan heb ik het idee dan gaan ze juist het nog makkelijker en nog beter uitvoeren. Dus daar geloof ik heilig in ja. Ik heb de wedstrijd gezien hier thuis tegen Berkham. Ja, dat, dat vond ik wel leuk. Maar de, achterin werden er behoorlijk wat ruimtes ze nu naar weggegeven. Dat heeft ook wel met de kwaliteit van de tegenstanders te maken. Maar voor het rest vond ik het wel heel erg leuk om naar te kijken. Hoor. Ja, het was een hele mooie wedstrijd. Wat We ook echt wat goed te maken. Want de eerste keer verloren daar 2-0. Dus uh, wat dat betreft waren de jongens wel gebrand. En je merkte wel dat er echt wel spanning was in het, uh, in de, in het team. Van goh, hoe gaan we het vandaag doen? En het is toch een andere tegenstander dan een, uh, ja, iemand uit de onderste regionen. Maar uiteindelijk denk ik dat we het wel goed opgepakt hebben en ook uh, terecht 3-0 gewonnen hebben. Yes. Ja. Jullie zijn uh, in de loop van uh, deze competitie ook uh, echt ge gegroeid. En dat levert nu uh, een hele duidelijke eerste plaats op. Hè? Ja, absoluut. Je ziet dat we steeds. Uh, de ondergrens wordt steeds hoger. Dus we zakken, uh, ja, we zakken minder weg in het niveau terug. En uh, ik denk dat wij voetballend uh, zeker de beste ploeg uit de competitie zijn. En we blijven dat ook doen. Ook als het even tegen zit, we blijven voetballen, we blijven proberen. En ik denk dat dat onze kracht is en dat we daar uh, heel erg gegroeid zijn. Ja. Hey, hoeveel wedstrijden hebben jullie nog te gaan? Uh, negen nog. Nog negen? En dan uh, ja, het ultieme doel natuurlijk uh, op divisieniveau. Hè? Ja, dat zou het zijn. Zeker voor de club, maar ook voor de groep die er nu aankomt. Die verdienen dat ook echt wel uh, om dat te mogen spelen. En ik vind dat deze lichting ook het wel verdient om het uh, te mogen bereiken voor de, voor de toekomst. Zeg maar. Zijn er veel uh, eerstejaars uh, onder, uh, onder de 17? Uh, ja, negen stuks. Negen stuks. En dat uh, in combinatie met de uh, jeugd onder de 15, die het ook uh, steeds beter doet eigenlijk, valt daar ook weer uh, op vierde divisieniveau natuurlijk er redelijk mee uh, te presteren. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een uh, groot gedeelte van de groep die er volgend jaar moet staan, dat al wel een redelijk niveau heeft. Dat je echt wel in de vierde divisie mee kan draaien. Ja, en wat er inderdaad nog vanuit uh, de JO15 uh, bij komt, of eventueel jongens van buitenaf. Ja, ik denk dat dat wel een, een mooi groep kan worden. Uh, echt vanaf het begin uh, heel duidelijk uh, een bepaald uh, speelsysteem, uh, een concept die, die DVS graag wil. Mm -hmm. Ja, nou, dat is natuurlijk het verzorgde opbouwen, dat is iets wat DVS uh, graag wil zien. Veel variatie erin, want op het moment dat het uh, op manier A niet lukt, dan moet je ook een manier B hebben en zelfs een manier C. Nou, en eigenlijk vandaar dat het blijven opbrengen. Of je nou 3-0 staat of 3-0 achter, blijven voetballen en uh, snel druk zetten. En het initiatief aan de bal houden. Dat jij bepaalt als ploeg, zeker hier thuis. Dan vind ik dat er uh, geen één ploeg hoeft te zijn die het ons moeilijk moet maken. We proberen er als DVS-TV een uh, keer uh, bij te zijn. Het liefst natuurlijk op het moment dat jullie kampioen gaan worden. We wensen je in ieder geval heel, heel erg veel uh, succes, Lennart. Ja, dankjewel, Piet. We gaan ons best doen.